Ik weet nog dag van gisteren, ik mocht daar niks, letterlijk niks over vertellen toen. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik heb net heerlijk lekker gedoucht. Oh, het is wat even heerlijk. En zo, haar ziet er een beetje weer helemaal schoon uit. Maar wat ik ga doen is even lekker aankleden. En lekker ontbijten. Want het is nu al half uurtje, is het alweer 12 uur. En ik ga even snel even editen. Moet ook even gebeuren. En ik lag lekker in bed. Dan word ik ineens gebeld door Rick. Waar het over ging. Het is gewoon privé. Maar echt, hij heeft het hele dom fout gemaakt. Maar oké. Ik ga nu dus klaarmaken om lekker aan te kleden. En dan te editen. Ik word ineens gebeld door twee mensen. Dat zijn... Jasmijn en Rick. Hallo. Hoi. Dag. Geweldig. Juist. Een stilte. Zo. Wat zitten jullie nou zo stil? En ik gooi even lekker gordijntje over. Heerlijk. Kijk wat voor weer het is. Zonnetje schijnt, denk ik. Het zonnetje schijnt letterlijk nou. Ik zeg daar hè, van padje. Kom maar gauw. Baba. Hoezo baba? Baba. Hoezo baba? Je bedoelt dagen van padje gaan heel snel weg, bedoel je? Hoezo dat? Hoezo? Nou, vertel het eens. Gooi het op de kaart. Gooi op tafel! Ik heb ruimte zat. Omdat je een muis bent. Ja, muis, meisjes, ja. Meisjes kunnen niet vloggen. Oké. Okay. Wow, ho, 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 ho. Meisjes kunnen wel vloggen, ja? Maar ik ga even een verhaal vertellen aan de kijkers. Meisjes kunnen het, die hebben geen eens tijd om te vloggen, want die moeten kaas vangen. Nou, ik heb kaas zat. Maar ik ga even uitleggen aan de kijkers. Hoe wil jij dat uitleggen, Jasmijn? Waarom word ik een meisje genoemd? Want ik heb best wel... Nee, dat mag jij gaan doen. Okay. Jij vlogt, dus je moet naar de kijkers. Ik niet. Oké, als ik het fout zeg, moet je me in één krabben, ja? Ik was zo, Rick, ken ik al 7 jaar of zo, of is het nou langer? 10 jaar. 10 jaar, toch? Heel lang. 10 jaar. Oh. Nou, in ieder geval, ik ken Rick heel lang. En... Ik moest toen een keer, als ik goed heb, spreekbeurt houden. Nee, iets van. Iets vertellen. Laten we zo zeggen, ik moest iets vertellen. Voor de school. En. Toen was het in ieder geval zo. Ja, la 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 la. Nee, het was. Even kijken, waar zit mijn WhatsApp nou? Oh. Huh? Het was niet zo lalala, nee, het was gewoon heel zacht, ja, als een piep. Gewoon echt heel zachtjes, om zo te zeggen. Dus, toen ben ik, laten we zo zeggen, door de moeder van Jasmijn en Rick, ben ik toen piepmuis genoemd. Omdat ik een zacht stem had. En, piepmuis. Ja, en daardoor is er piepmuis ontstaan. Toch? Wat zei je, Rick? Zeg je naam bestaat. Dus vandaar dat allemaal muizen dit en dat, zus en zo. Of mijn hobbit. Oké, dat moet jij uitleggen. Rick, waarom hobbit? Dat snap ik gewoon niet. Oh, omdat je heel klein bent.
Oké, okay, Hobbit dat ik klein ben, ja? En anders je liefst vanwege je haren. Vanwege mijn haren? Ja. En die is ook klein. En die heeft ook grote ogen, die heb jij ook. Juist! Dus dat. Maar ik ga even mijn koffie pakken. Ja. Nee, maar dat was dus dat verhaal, hoe het allemaal in elkaar zit. Ja. Ja, dat heb je gewoon eens. Ik ben wel benieuwd of jullie dan ook bijnamen hebben. Laat het dan even weten in de reactie of jullie ook bijnamen hebben. Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Misschien hebben jullie nog veel erger dan een piepmuis of wat dan ook. Ja. En dan moet ik eigenlijk als een piepmuis niet zo... piepen! Ik ga weer een smoothie maken. En daar heb ik bij een paar dingen bij gekocht. Dat zijn een paar dingen. Dat zijn... deze moet ik ook bij hebben. Deze. Aardbeien. Melk. Vanillesuiker. En nog één ding. Dat is... vernieuw je ijs. Dus dat gaat er allemaal in. Want dat heb ik op een recept gezien op je internet. Dat dit allemaal recept. Tenminste, dit is eigenlijk een recept van een klant die ik naar me toe heb gehad. Dat ik vernieuwde roomijs moet doen, aardbeien, vanillesuiker, melk en dat was het. En ik heb er nog eentje, dat ga ik ook vandaag maken. Dat is spinazie, yoghurt en nog iets. Oh ja, en banaan. Dus die ga ik ook eens proeven. En die, dat is gezegd, die is gezond. Dus gaan we dat nu even lekker klaarmaken. Aardbeien eerst even lekker stuk snijden. Hierin doen. En dan shaken maar. Ik ga vandaag nu even proeven. Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Ik heb echt zoveel trek in om te proeven. Ik denk dat het wel lekker smaakt. Maar we gaan het even kijken en proeven. In ieder geval. Dan gaan we dan. Daar gaat hij. De eerste slok. Even serieus. Even serieus. Dit smaakt nu ongelooflijk nu echt naar een milkshake. Echt waar. Echt naar milkshake. Wauw. Ongelooflijk. Dit ga ik vaker doen. Als ik trek en milkshake heb, ga ik dit gewoon doen. Ga ik niet meer naar de winkel of naar de snackbar of wat dan ook. Ik kan nu eigen milkshake maken. Hoe lekker is dat? Aardbeienmilkshake. Dan kan ik ook bananenmilkshake maken. Hoe lekker is dat? Kan je zit zo verbaasd kijken. Geweldig, hoe kan je nu zitten kijken? Echt waar. Moet je maar kijken hoe die kijkt. Die zit gewoon hier op je koekeloeren. Hé, hey, Gaia? Je bent een boef. Wist je dat? Je bent een boef. Gaia? Je bent een boef. Wist je dat?
Nou, dan ga ik lekker van die milkshake genieten en lekker YouTube kijken, want dat ben ik nu ook al lekker aan doen. Oh, ik vind het lekker. Echt ongelooflijk lekker. Ik sta je verbaasd bij. Oh, dit ga ik vaker doen. Echt waar, dit ga ik echt vaker doen. Ik heb net die hele milk... Ja, wat kan ik zeggen? Eigenlijk... Milkshake heb ik helemaal op. Oh, dat is ongelooflijk lekker. Ik ga dat vaker nemen. Wat ik nu ga doen, is even licht aanzetten. Net lekker heerlijk ook genoeg gegeten. En dan was het lekker macaroni natuurlijk. Had ik al gisteren aangekondigd, maar ik zoek iets. Ah, die wou ik hebben. Mijn telefoon. Want ik kan met mijn telefoon. Daar heb ik al vaker over gehad. Gewoon die licht die achter mij hangt, aanzetten. Als je wil doen. Want ik heb hier een app ervoor. Boom. Maar dan ga ik even scherp stellen. Toen kwam we met deze app. Zep. Dan ga ik nu maar even lekker even... Ik zit te denken om nog eentje te maken. Nou kan het gewoon, want hier heb de rest in gezeten. Misschien alleen even omspoelen. Maar ik kan er wel weer van gebruiken. Dus dan ga ik dat doen. Dus ga ik nou de tweede maken. Want ik vind dat zo lekker. En ik vind het misschien ook nog gezond ook. Dus gaan we dan nog een tweetje nog eentje maken. Ik heb ze gemaakt hoor. 2 milkshakes. En eentje spinazie, banaan en yoghurt. En de ander aardbeien, die vanillesuiker en melk. Nou, deze vind ik lekker. Maar ik ben hier echt benieuwd naar. Maar dat ga ik waarschijnlijk morgen proberen. Morgen zien jullie de reactie. Maar wat ik nu ga doen is even lekker in de koelkast zetten. Dus, maar volgens mij is hij een beetje... Het lekker, want hij kwam al helemaal, ook al helemaal uit. Dus ik ga hem even nergens neerzetten. Ja, die kan wel daar zo. En dan deze hier zo. Maar dan ga ik nu lekker van die aardbeienmilkshake genieten. En dan even hier een beetje opruimen, want het kwam zelfs hierin. Dus ik heb iets verkeerd gedaan. Waarschijnlijk dat hij hier verkeerd op zat. Zo. Ga ik even omspoelen. Zo. Maar blijkbaar heb ik iets daarmee verkeerd gedaan. Ja. Kan gebeuren. Ik zie dat. Zou dat het zijn? De rubber zat schijnt niet goed op. Zie ik nu. Ja. Wat ik nu ga doen is lekker deze milkshake drinken. En. Lekker Netflix kijken. Dat ga ik even lekker doen. Ik heb ook wel even zin in. Netflix te kijken. Dus ik ga even kijken of het hetzelfde smaakt als de eerste. Ben ik wel benieuwd naar of het hetzelfde smaakt. En laat ik jullie wel weten in ieder geval. Voordat ik eigenlijk al van sluit, wil ik nog één ding zeggen. En dat is dat ik een mail heb gekregen van... Hoi Sander, mijn naam is Fleur. En ik werk voor Simpel Media... Simpel Media maakt tv-programma's waar wij gaan nu voor KRO-NCV een tv-programma maken over jonge mensen met licht verstandelijke beperking. Het wordt 6 afleveringen, elk zelf gaat over één andere persoon met licht verstandelijke beperking. Wij laten zien wie zij zijn, wat zij doen in het dagelijks leven en wat zij nog graag zou willen. Ik zag jouw populaire YouTube-kanaal. Ik heb je een filmpje van 3 jaar geleden verteld dat je, ondanks dat je een lichtverstandelijke beperking hebt, dat is ongeveer nu al 4 jaar geleden. Ik ben benieuwd hoe dat was, door dat voor jou is. Misschien vind je het leuk om aan dit tv-programma mee te werken. Mag je ik je bellen over het tv-programma? Wat is je telefoonnummer? We hebben telefoonnummer afgeleverd. Maar dit mailtje is nu jaar geleden die naar mij gestuurd is. Jaar geleden. Want het is zonde. 20/5/2020. Oh, een jaar geleden. Dat is de grootste nieuws wat ik uit wil gebracht hebben. Jaar geleden. Als jullie nu kijken van deze vlog, is het nu jaar geleden. Vandaag is het 20/5/2020. 20/5/2020.
En 20/5/2019 ben ik benaderd om mee te doen met het tv-programma. Ik weet nog de dag van gisteren, toen ik deze mail binnenkreeg, dat ik naar mijn begeleider ging toe ging lopen en het nieuws ging vertellen. En ik wist niet hoe ik het moest vertellen. Voor de kijkers, want ik weet nog de dag van gisteren, ik mocht daar niks, letterlijk niks over vertellen toen. En ik dacht, nee, nee. En nu? Ik vroeg mijn dagelijkse leven, maar dan kan ik nu niks vertellen. Ik dacht, waar loop ik nu, wat moet ik doen? Ik dacht, Sander, je kan het. Je kan het voorhouden. Probeer iets anders voor het draai te maken. Ik weet niet voor mensen die nu opgelet hebben eigenlijk. Ik heb elke keer, als ik iets eigenlijk toch wou vertellen op het tv-programma, heb ik eigenlijk oplossingen voor mezelf bedacht. Als ik ook iets wat op media vertellen, dat op Instagram ook melden, op Facebook wou ik iets aan melden. Maar meestal meld ik dan dingen altijd op Instagram. Daar doe ik het meest. Dus wil jij volgen op Instagram, volg me even. Staat hier alleen in de beschrijving, mijn Instagram. Ik zet er echt best wel veel op. Ik dacht, hey, ik ga naar een Special Media Award toe. Dit jaar zal ik toen een Special Media Award. En ik dacht, ja, ik ga daarover posten. Post het daarover maar. Beetje reclame maken, maar voor dat. Ik wist echt niet wat ik moet. En toen bleef ik dan maar posten. Een jaar geleden kreeg ik die mailtje. Ik sta nog steeds verbaasbaar. Maar over een jaar, een paar dagen. Ken ik het hele team net even anders al een jaar. Maar kom nog op terug. Wanneer dat datum is. Dus wil je weten wanneer dat datum is? Hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Of mijn Instagram. Of mijn Facebook pagina. Dagen voor Patje kan je ook volgen. En ja, ik stond echt verbaasd toen ik dat eerste mail kreeg. Toen ik benaderd werd. Want ik weet nog een dag van gisteren. Ik heb het laatst zitten kijken. Dat weet ik wel. Want ik ga eens even terugkijken. Wanneer heb ik toen beantwoord? Ik heb op 23/5/2019 beantwoord. Hoe kan dat? Waarom heb je dan laat gereageerd? Nou, ik denk dat jullie allemaal waar kennen. Als je mail krijgt, krijg je af en toe zo ook een beetje mail bij spam terecht. Wat ik toen kreeg van haar. Als ik dan niet had gekeken naar spam, had ik nooit op tv geweest. Niet dat ik het erg van zou vinden. Ik heb wel. Maar dan had ik gewoon ontlopen. Dus dat vind ik wel blij dat ik die mail eigenlijk al gezien heb. Want eigenlijk, als je nadenkt, ik heb na zitten denken, ik ben echt blij dat ik nou het tv-programma heb gedaan. Niet algemeen gedaan, maar omdat ik eigenlijk nou Sanne heb ontmoet en de deelnemers heb ontmoet. Als ik erna zit denken, stel je voor, ik had niet gemaild, niet geantwoord. Had ik Sanne niet gekend. Had ik Vincent niet gekend, maar ook het hele team met even anders niet, eigenlijk, om zo te zeggen. Wauw. Blij dat ik eigenlijk mee heb gedaan. Doen we zijn maar bij zijn betrokken, want ik heb een interview gehad. We zijn echt een vrienden geworden. En dat verbaast mij gewoon heel erg. We hebben nog steeds contact. Ik ga nu even voor de zekerheid voor de spam kijken. Ik kijk daardoor, dat kan ik je wel vertellen. Daardoor, doordat ik die mail heb gehad, kijk ik nu meer naar spam. En voor misschien dat ik iets belangrijke mail binnenkrijg. Dat ik niet aan het hoofd zie. Maar tot nu toe, nu niet. Alleen van Feyenoord, doordat ik iets besteld heb. Ja, dat voorbeeld, dat krijg ik al nou gewoon in spam terecht. Mails van Feyenoord. Hoe dan? Hoe kan dat? Dat snap ik gewoon. Sommige mails komen gewoon in de spam terecht. Terwijl dat niet de bedoeling is. Dat vind ik gewoon apart. En dan gaan we nu naar de outro. Hey, dit is de camera aan de hoog. Ik ga nu klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Morgen weer een dag. Ik heb het nooit gehad. Dat ik ineens camera net volop uitzet. Ik heb dezelfde ding niet door had. Nu ga ik even lekker gordijnen dicht doen.
En ik heb net 2 films zitten kijken en dat was van... ik weet het niet meer, en ik weet het niet meer welke zon. Maar ik heb ook, natuurlijk hebben jullie gezien, die spinazie smoothie gemaakt. Ik ben zo benieuwd waar dat smaakt, maar dat ga ik morgen proeven. Dus laten we dat morgen lekker doen. En een beetje ook hier even opruimen. Ik moet dat nog even opruimen. En even, maar even nadenken wat ik morgen ga eten. Of, ik weet wel dat nu met 2 personen mag mee eten nu. Maar ik moet even vergeten dat te appen nog. Maar dat doe ik denk morgenochtend. Dus nu maar even rolgordijnen dicht doen en alles afsluiten. Maar dat er 1 ding. Ik denk dat iedereen dat blijft nummer blijft houden. Deze nummer. Oh my god, bitch. 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Oh my god, bitch. Ik denk dat die nummer herinnering blijft van deze situatie eigenlijk. Ik zit nu te denken. Dus maar wat ik ook nu ga doen is lekker vlog afsluiten. Lekker nieuwe nestje ingaan. Dus wat ik ook wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je me beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik sta nu eigenlijk voor de spiegel. Kijk maar als ik dadelijk tegen de spiegel aan tik, dan is mijn haar gedaan. 3, 2, 1.